Gerrit, bedankt voor jouw gedicht. En wij gaan weer verder met een greep uit het nieuws van het afgelopen jaar. Op 19 april stond Schaik in het teken van de jaarlijkse biljartkampioenschappen Libre, gehouden in Café de Potter. Door 75 deelnemers werd er in 5 klassen gestreden om de wisseltrofee. De zogenaamde biljartmissen Scarlett en Maddie hadden de eer deze te mogen uitreiken. Biljarten, biljarten, biljarten. Dat doe je als je ouder wordt. Wil de punten maken, motten ze goed raken. Dan doe de goede zaken en win de opartij. Vandaag herdenken we de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen. Burgers en militairen, die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en daarna in oorlogssituaties en bij vredesmissies. Oud-Schaikenaar Jan van Kraai, de Kraai zeggen ze in het dorp, verzorgde op donderdag 1 mei een lezing in Heemgebouw de Komme. Hij vertelde daar over de tijd dat hij in Schaik woonde, voordat hij op 28-jarige leeftijd in 1962 uit zijn woonplaats vertrok. Jan de Kraai is de broer van slager Gerrit de Kraai. Maar ik ken Schaik natuurlijk van de bijnamen natuurlijk. Hè? Want we noemen allemaal namen, maar vroeger was, en dat zal misschien nog zo zijn, maar ik heb er hier wat opgeschreven, hè. Dat was de Drol, de Pruut, de Koe, de Witte, de Keutel, de Baddy, Marie de Kiep, Hanna Mupke, Siska de Kont, Siska Kont, de Brus, de Rode Klaas, Snel Peperkoek, de Peperbus, Van Moederskes, Jan Zijverzijk, de Tuteler, Natje Pikke, Wim de Zoel, Jan Neus, ik noem maar op de Nijen Boer. De lintjesregen in Landert is dan maar goed en wel achter de rug. Of burgemeester Bakermans mag alweer de volgende onderscheiding uitreiken. Tijdens de ledenvergadering van de ZLTO Landert werd Henk van den Elzen verrast met de benoeming tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Heel Landert kent Henk van Elzen vooral als voorzitter van de Land- en Tuinbouwvereniging. In Reek is alweer voor de 6e keer het streekfeest gehouden. Het begon op vrijdag 25 april met Papa di Grazie en eindigde zondagavond 7 april met Dusty Road. Er was volgens Guus Weitzel, voorzitter van de Stichting Evenementen in Reek, sprake van 3 mooie, zeer geslaagde dagen. Deze speciale uitzending is volledig gewijd aan het afscheid van 3 wethouders, wethouder Tindermans, wethouder Rijmakers en wethouder Van Dongen. Zij zijn alle vertrokken in verband met inmiddels het gevormde nieuwe college. En de druk bezochte afscheidsreceptie brengen wij graag bij u in de huiskamers in beeld. Klap van de Molenwiek gehad zeker. Daar bij die molen, die mooie molen. Dat is Koren op zijn molen. Molens, een inspiratie voor vele liedjes, vaak terugkerend in spreekwoorden en gezegden. En niet te vergeten, parels in ons landschap. Zeker als molens er in prachtige staat bij staan en ook nog eens volledig in bedrijf zijn. In deze impressie nemen we u mee naar de prachtige molens in Zeeland, die op de jaarlijkse molendag het thema Koren op de molen
prachtig in de praktijk bracht. Er werd al gezegd in het dorp, daar wordt nooit geen molenaar, want je bent als molenaar geboren, dat kun je niet worden. Bij Lekker Wonen en Leven kun je de directe omgeving niet vergeten. De bewoners, woningbouwvereniging Mooiland en de gemeente sloegen de handen in één en kwamen met een mooi plan om het plein bij Indenbogert in Schaik gezamenlijk op te knappen. Landen TV was erbij om vast te leggen wat er kan gebeuren als je samen optrekt en zelf mede kunt bepalen hoe je woonomgeving eruit ziet. Maandag 12 mei vond op het sportpark van DHW in Schaik op de ledendag een bijzondere jubileumactie plaats. Geen elftal foto, maar een heuse clubfoto werd gemaakt. Ruim 700 leden en ruim 100 begeleiders en ouders van de jeugdleden waren aanwezig. Aansluitend was voor de jeugdleden nog een ballonnenwedstrijd. Het blijft altijd indrukwekkend om zoveel mensen met hart voor de club bij elkaar te zien. Een bijzondere sfeer die Lander TV nu in de huiskamers brengt. Er gaat geen dag voorbij, of het is wel in de krant te lezen, of het komt op de radio of tv. Niemand kan eromheen. Jeugdzorg naar de gemeente, kanteling van de WMO, ouderenzorg die op de schop gaat. De zorg is volop in verandering. Maar waar gaat het dan over? Dat wilde Lander TV ook wel eens weten. We lieten ons daarom rondleiden op een zorgboerderij. Ik vind het een grote eer om hier vandaag aanwezig te mogen zijn. Ik zal u in vertrouwen vertellen dat het mijn eerste speech is als nieuwe wethouder in Landert en dat maakt het toch wel wat bijzonder. Ja. Elk zichzelf respecterend dorp heeft tegenwoordig een eigen quiz. Na die van Zeeland en Schaik kon Reek natuurlijk niet achterblijven. Op de vrijdag voor de kermis konden de 21 deelnemende teams hun vragen ophalen in het wapen van Reek. De teams gingen volop aan de slag om de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. En dat viel niet mee. Want er zaten een aantal hele lastige tussen. Hoe zullen de teams ervan af hebben gebracht? Wie neemt die mooie wisselbokaal mee? Zondagmiddag tijdens de kermis vond de prijsuitreiking plaats. En een groot applaus voor Semper Crescendo. Juni is de maand van galafeesten. En niet alleen op middelbare scholen. Ook bij de basisscholen begint dit fenomeen ingang te vinden. De schoolverlaters van groep 8 in Schaik kozen hier als locatie de Fuik voor. Met grote limousines werden ze naar het feest gereden en na een glas champagne werd er volop gedanst op de discomuziek. Vanaf nu wacht hen de middelbare school. En als herinnering aan die tijd die voorbij is, werd er tenslotte nog een groepsfoto gemaakt. Muziek geïnspireerd door beeldende kunst. Beeldende kunst geïnspireerd door muziek. In het geval u zich daar niks bij kunt voorstellen, kan daarna het volgende item anders zijn. Het Hexagon Kamerensemble speelde op 18 mei in de Phoenix in Schaik het stuk De Schilderijen van een tentoonstelling van de Russische componist Mussorgsky. Onder het spelen werden beelden geprojecteerd van kunstwerken die Landertse kunstenaars gemaakt hadden naar aanleiding van dit muziekstuk. Na afloop van het optreden volgde een veiling van een aantal werken waarbij de opbrengst bestemd was voor het Jeugdcultuurfonds. 175 euro geboden, 175 euro eenmaal. 175 euro, andermaal. Gefeliciteerd, hij is verkocht voor 175. In Zeeland bestond buurtschap Puvelama's onlangs 50 jaar. Nee, deze naam is geen creatieve vondst van een of ander reclamebureau, maar gewoon een samenvoeging van de eerste letters van de straten uit het buurtschap. Bewoners van Puttelaar, Ventsteeg, Langeboomseweg en Manegestraat konden dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. De samenwerking van verschillende omroepen zoals Laarbeek, Veghel-Ude, Boekel, Nune, Sint-Oederode, Schijndel en Zonnebreugel heeft nu weer een nieuwe omroep bijgeschreven. Dat is de Landertse Omroepstichting. Toen wij het schrijven van de Olon onder onze ogen kregen, toen verschrokken wij toch wel een klein beetje als lokale omroep. Dat er een idee bij de Olon liep van het aantal terugbrengen van lokale omroep tot een minimum van 50 tot 100. Een klein beetje samenwerking zocht in de richting van Os, omdat Landert een gemeente is die verdeeld is richting Ude en Os. En wij in Schaik zaten, dachten we van misschien kunnen wij in Os wel iets gaan betekenen. Nou, we hebben toen gesprekken gehad met Os en daar waren we toch eigenlijk al heel snel mee klaar.
De omroepen zijn van start gegaan om binnen afzienbare tijd te komen tot een organisatie van samenwerkende omroepen, waarbij de lokale identiteit het belangrijkste speerpunt is en zal blijven. Tijden veranderen. De komst van internet heeft instituten die al honderden jaren bestaan aan het wankelen gebracht. Beroepen die jaren geleden nog een baan voor het leven leken, bestaan vaak niet eens meer. Ja, tijden veranderen en soms sneller dan we denken. Ooit gedacht dat op het gebied van begraven er ook nog eens nieuwe ontwikkelingen zouden plaatsvinden? Niemand wil het graag over de dood hebben. Toch ontkomt niemand eraan. Al ooit gehoord van het fenomeen natuurbegraafplaats? In Schaik gaat deze er echt komen. Wij leggen uit wat het inhoudt. En schrik niet van de begrafenis die u ziet, deze is uiteraard in scène gezet. In Landert kunnen we regelmatig in de kerk genieten van diverse zangkoren. Meestal komen deze koren uit de gemeente zelf, maar zo nu en dan worden er ook optredens gehouden met zang van buiten. Zo trad op 29 juni het Maryland State Boy Choir uit de Verenigde Staten op in de kerk van Schaik. Een koor met een speciale missie. En alhoewel ze van de andere kant van de oceaan komen, is er toch een band met Schaik, zoals de volgende reportage duidelijk laat zien. De Open Tuinendag in Landert had ook dit jaar niet over belangstelling te klagen. Het weer zat mee en er deden maar liefst 6 nieuwe tuinen mee. Landert TV ging bij deze tuin een kijkje nemen om erachter te komen wat elke tuin zo bijzonder maakte. De eerste samenloop voor hoop in Zeeland is een feit. Gedurende 24 uur liepen ongeveer 1000 deelnemers een parcours in de vorm van een hart. Doel van de wandelestafette op 21 en 22 juni was het ophalen van geld voor het KWF Kankerfonds. En dat is niet zonder succes gebleven, want na afloop stond de teller op 71.000 euro. Veel indruk maakte het speciaal door Pieter van Schoten gecombineerde lied Samen. Wiep Lorenzen mocht het zingen en dat zorgde voor een lach en een traan. Iets moois ontstaan. In Zeeland vond op 21 en 22 juni voor de tweede keer het Bike Festival Brabant plaats. Belangrijke elementen hierbij waren de Bart Brentjes, 6 en 24 uur race en de Dikke Banden race. Wie ook aanwezig was, was de voormalige wereldkampioene veldrijden Daphne van den Brand. Niet alleen operatie Market Garden wordt deze week herdacht. De landmacht viert haar 200-jarig bestaan en ook hier speelt Market Garden een rol. Een lange stoet oude oorlogsvoertuigen trok door Zeeland en er werden hier kransen gelegd om de doden uit de Tweede Wereldoorlog te gedenken. Operatie Market Garden staat de komende uren centraal. Vanmiddag zijn sterke afdelingen geallieerde luchtlandingstroepen van het eerste geallieerde luchtlandingsleger in Nederland neergelaten. In het kwartier van 4:15. Wij verschrokken, maar alles liep goed af. Ze waren zo bang dat ze niets deden, dan ons alleen maar lelijk aankijken. Voetbalclub DHW uit Schaik bestaat 75 jaar en dat mag aan de grote klok gehangen worden. 3 dagen feest met allerlei activiteiten. Landert TV was er alle dagen bij voor het maken van een verslag. Mijn club is mijn alles. Ik vertrouw mijn teamgenoten blind. Het sport oranje met wat wit. De ADOW. En van sport gaan we naar nog meer sport. Maar dan wel heel iets anders. Op 6 september werd op de golfbaan in Nistelrode gestreden om de Landert Cup. Birdie, eagle, albatros, caddy en andere termen vlogen samen met de golfballetjes over het veld. Wie een hole-in-one wist te slaan bij het derde gaatje, mocht een nieuwe auto mee naar huis nemen. Maar dan moest het balletje wel in 1 keer over honderden meters dat hele kleine kuiltje in. Tja, dat is toch even gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zo, 3/4 zit erop. Nog een kwart te gaan.
heel veel nieuws eigenlijk in de blok 3. Ja, dit was wel een heel groot kwart alleen mij te zijn. Ja, want het was de vraag, hè, wat zijn de opvallende dingen? Ik vind toch de kleine initiatieven, hè, in de buurt de planten bakken en de ontwikkeling van de zorg, wel echt een item wat niet alleen, denk ik, op dat moment, maar echt een doorlopende lijn zal zijn. Omdat inderdaad de zorg richting de gemeente gaat en de gemeente uiteindelijk ook veel meer van hun inwoners gaan vragen. En dan zijn die kleine initiatieven zo belangrijk, want dat vraagt iets van de buurten. Mm-hmm. Dus als zo'n Pugelama's 50 jaar bij elkaar zitten, nou, dat geeft mij in ieder geval hoop. Hè? Want dat geeft aan wat de verbinding in zo'n buurt is. En daar zullen we heel veel dingen nog op moeten bouwen. Er wordt wel eens gedacht, net als een Pugelama's, zo. Dat zijn van die kleine nieuwsitems, hè? Dat die eigenlijk ontzettend belangrijk zijn. Ja, en dat is het. En we hebben het eigenlijk, als je het hier kijkt naar de journaals en wat langskomt, dan gaat het toch heel veel over ontmoeten. Dingen die mensen met elkaar doen en hoe je verbindingen maakt. En verbindingen, zo'n tuinendag, open tuinendag, dat zijn verbindingen zelfs door onze kernen heen. Hè? Dus dat verbindt ook weer Reek met Zeeland en Schaik. En die verbindingen die moeten we zo sterk als mogelijk maken. Dus dat is wat mij betreft de kleine initiatieven die ertussen komen. Ik ben ontzettend onder de indruk geweest van de Samenloop voor Hoop. En wat dat betekent heeft in, voor KWF in algemene zin en de ziekte. Maar vooral ook hoe dat vanaf de grond af opgebouwd wordt. Hoeveel mensen erbij betrokken zijn. Ook hoeveel mensen echt meegedaan hebben. En je hebt daar alle emoties zijn er langsgekomen. En ik zie het net weer en dan krijg ik toch weer dat kippenvelgevoel wat ik echt in dat weekend een aantal keren meegemaakt heb. En het is hartstikke aardige mannen die dit georganiseerd hebben. Het waren voornamelijk mannen waar ik mee gesproken heb. Maar nu moet ik opletten dat ik niemand passeer. Die zijn in ieder geval weer bezig met een nieuw initiatief. En volgens mij gaat dat ook weer succesvol zijn en breed gedragen worden. Dus duidt op het glazen huis wat er volgend jaar aankomt. Ja, ik vind dat zij daar zelf in volgende nieuwsitems bij Landen TV maar vooral heel veel over moeten zeggen. Maar dat gaat inderdaad in het glazen huis gebeuren. En dit jaar in Zeeland. Het zou dan in Zeeland plaats moeten vinden. En het laatste, wat toch wel echt een belangrijk element is de bevrijding, 70 jaar bevrijding, operatie Market Garden. Waar je de verbinding tussen het verleden en waarom we hier dan met elkaar zijn. En waarom het ook zo ontzettend belangrijk is dat we hetgeen wat we hebben, dat we daar zo ontzettend zuinig op zijn. En ik heb het nog wel het idee dat we dat te snel vergeten. We zitten in een ontzettend snelle maatschappij waar heel veel moet gebeuren, waar veel van ons verwacht wordt. En dat mag wat mij betreft. Maar ik vind dat we ook wel stil mogen staan bij de verworvenheden die we hebben. Mm-hmm. Die zijn onder andere in die tijd tussen 40 en 45 heel belangrijk geweest. Maar ook de periode daarna, in de heropbouw, de wederopbouw, zeg maar. En als wij vandaag door Zeeland, Reek, Schaik lopen, dan denk er regelmatig aan. Want ben er zuinig op dat het is. Maar als ik zie dat de Eerste Wereldoorlog, dat is 100 jaar geleden, dat die toch ook weer uitgebreid herdacht is. En dit was pas 75 jaar voor de Tweede Wereldoorlog. Dus over 25 jaar komt dat denk ik toch ook wel weer uitgebreid. Blijft dan toch nog wel bestaan? Ja, nou ik hoop eigenlijk en ik vind de dodenherdenking zoals we afgelopen jaar in Schaik hebben meegemaakt een hele mooie invulling daar weer van. Ik vond dat die wat te weinig breed in Landert aanwezig was. Hè. We gaan nu van Schaik naar Zeeland en weer terug. Maar wel met meer inhoud, omdat... het zijn belangrijke zaken om bij stil te blijven staan. En dat geldt voor de generatie die ermee in aanraking is. Gewoon feitelijk de zaak heeft meegemaakt natuurlijk. Maar ook hier geldt weer de jeugd om die dit mee te geven. Het is ontzettend belangrijk. Ook gewoon voor de waarden waarin wij hier met elkaar moeten leven. En dat zijn het in mijn beleving echt hele belangrijke dingen. Mm-hmm. Dus niet over 25 jaar. Maar elk jaar. Ja, en dan is 4, 5 mei is dat wel echt een gepast moment. Ja, ik hoorde een inwoner van Reek wel zeggen. Waarom is er nooit een dodenherdenking in Reek? Nou, het mag van mij zelfs doordraaien naar Reek. Maar het is ook daar waar de initiatieven ontstaan. Daar kunnen we het oppakken. Ja. En ik weet, in het verleden is het gewoon echt in Zeeland geweest. Hier bij de kapel. Ook omdat de Voice, onze Indische Indiëstrijders, daar zeer aan gehecht hebben. Dat blijven we ook doen. Hè? Dus het gaat ook niet zo dat we zaken opzij zetten. Mm-hmm. Ik vind het echt een hele belangrijke dag. Die mag wat mij betreft ook echt gewoon vrij zijn in mijn agenda om dagelijks bij stil te staan. Ja. Landen TV kwam nog even naar voren. En in het eerste blok zat ook LFM Radio. Ja. Met allebei, dit was een beetje een doorstart dit jaar voor de radio. Vooral voor de radio, ja. Ja, spannende tijd geweest of het wel door zou kunnen starten. En ook hier geldt weer de vraag, zijn er voldoende schouders eronder te zetten
die het waard vinden om het te doen, maar ook in staat zijn om het te doen. En de tweede is ook vaak dat dit soort organisaties, het is allemaal vrijwilligerswerk, afhankelijk is van sponsoring, van ondersteuning, ook wel eens in financiële zin. En van de gemeente. En van de gemeente ook. Maar ik merk wel, want we zijn gevraagd om op de achtergrond mee te denken. Maar in de doorstart van LFM heeft de gemeente niets anders gedaan dan eigenlijk op de achterbank zitten en kijken of het goed gaat. En het ging hartstikke goed. Ja. Dus daar zijn we vooral heel tevreden mee. En ik heb wel gezegd, het is ook voor de gemeente van belang om een Lander TV te hebben, om een LFM te hebben. Omdat, nou ja, daar komen we weer. Hè. De verbinding, dus de nieuwswaarde die daarin zit. De communicatie die we zelf doorplegen. Het zijn dus ook voor ons gewoon belangrijke instituten om gebruik te... Waarvan akte zou ik willen zeggen. Onderscheidingen komen ook in elk blok voor. Ja. Toen rees mij de vraag van, wordt er wel eens een onderscheiding geweigerd? Ja. Ik weet dat er ook onderscheidingen geweigerd worden. Het heeft er natuurlijk soms ook wel eens te maken dat mensen komen vragen van, nou ja, zou deze in aanmerking kunnen komen voor onderscheiding? In dat decoratiestelsel betekent ook dat er eisen gesteld worden aan hoeveel jaren je ergens actief geweest moet zijn. Dus het is niet zo dat iedereen zomaar een lintje krijgt. Op zich is dat goed. En daarnaast zijn er ook nog wel eisen wanneer het gaat over je gedrag. Dus heb maar, je... Er is wel eens iemand geweigerd en is er ook strenge controle op? Want nou, je kunt iemand aandragen. Wie gaat dat precies na? Nou, wij kijken hier zelf sowieso, toetsen we bij secretariaat hier op de gemeente of het aan de algemene eisen voldoet. Maar ik weet dat de screening bijvoorbeeld bij justitie ook plaatsvindt. Heb je met een borrel te veel opgezeten de afgelopen 5 jaar, ja, dan is het helaas. Dan gaat die beurt voorbij, omdat dat soort gedrag wordt daarin getoetst. Ik weet niet of wij hier in Landert op biedenbasis, nee, daar hebben we niks hoeven te weigeren. Wat ik vooral mooi vind, is dat er ongelooflijk veel lintjes te verdelen zijn. Maar conclusie, iedereen die een lintje heeft gekregen, heeft hem ook echt verdiend. Dat mag je wel zeggen. Dat sowieso. Ja. En er zijn zelfs mensen die nog wel eens een lintje verdienen en niet krijgen volgens het stelsel. En dan denk ik, oh, die zou misschien ook wel eens verdienen. Ja, het is nou het einde van het jaar. Ik geloof dat we nou alle lintjes van dit jaar wel gehad hebben. Ik mag daar niks over zeggen. Jawel, die hebben we gehad. Goed, over naar Freek. Ja, inderdaad. En wij zijn de straat op geweest en het is de beurt aan Schaik nu. Daar vroegen we inwoners wat ze van het centrumplan vinden. 2014, hoe was het jaar persoonlijk voor u? 2014 was een fantastisch jaar voor ons, voor de familie van Tiel. Want ons Brechtje is getrouwd in Engeland, was een schitterende bruiloft. Ja, de vader van de bruid die moet uiteraard een speech doen, dus die heb ik daar gehouden. Met ups en downs. Heel veel plezier gehad van de kleinkinderen, dat is kei leuk, dus nou, daar geniet je intens van. Schoonouders zijn beide dementerend. Dan loop je toch tegen veel dingen aan dat je zegt van waarom moet je het wiel uit gaan vinden als het al uitgevonden is. Verder heerlijk genoten van al het goede weer. En dat was hij eigenlijk wel. Je zegt net schoonouders, beide dementerend. Nu gaat vanaf 1 januari een hoop veranderen in de zorg. Betekent dat er ook meer op uw schouders terechtkomt? Zeer zeker. En de mensen gaan er dan vanuit dat je bij buren aan kunt kloppen. Dat doen wij ook regelmatig. Maar je kunt niet van die mensen verlangen. Kijk, bij zo'n dementerend iemand is het natuurlijk dat je elke dag eigenlijk zo'n inloopmoment of zo moet hebben. Die thuiszorg haakt daar een beetje in af. Hè? Want die krijgen ook te veel op de schouders. Ja. Minder mooie dingen en mooie dingen. Dus elk jaar als onze leeftijd maakte van alles mee en dan niet altijd even mooi. Nee. En er zijn ook wel mooie dingen, dus een beetje oppervlakkig, maar ja, verder wil ik er niet veel van te zeggen, want het is een beetje allemaal persoonlijk eigenlijk. Nou, 2014, het jaar is bijna voorbij, er is een hoop gebeurd, de verkiezingen zijn geweest. Verwacht u dat er in 2015 iets gaat gebeuren hier in Schaik? Ik verwacht het niet, maar ik hoop het wel. Wat moet er dan precies gaan gebeuren? Nou, het wordt toch eens tijd voor die centrumplan. Dat die nou echt dat er een start gemaakt gaat worden. En dat wij als MKB, als Schaik Weerdorpers, de handen inslaan en echt met z'n allen ervoor gaan. De parkeerplaatsen en de snelheid een beetje beperken. En een mooi centrum zien te maken. Ja, voor de oude mensen meer voorziening. En eigenlijk nog veel meer voor de jeugd.
voor de jeugd. Ik heb zelfs een jongere jeugd niet meer die op een huis zit te wachten. Maar het is wel eigenlijk noodzakelijk dat er iets voor gebeurt. Vooral voor starters. Ik denk zeker dat het een heel mooi plan wordt in Schaik. Ja, dat is nu of nooit. En ze hebben een goede beslissing genomen om dat nu te doen. Ja. Wat vindt u dat er aangepakt moet worden aan het centrum? Nou, gewoon het hele centrum moet vernieuwd worden. Alles afbreken. Ze gaan 20 miljoen investeren. Dat vind ik een heel mooi bedrag. Ja, ik denk het wel. Ja, volgens mij liggen de plannen klaar. Ik denk dat het raadsbreed waarschijnlijk toch wel, ja, ik denk wel raadsbreed gesteund gaat worden. Dus